gaan beginnen met het bodyweight buikspierkwartier. We gaan één ronde doen. Deze oefeningen die zitten er allemaal in. We gaan 2 keer 60 seconden planken. Vervolgens gaan we 2 keer 30 seconden planken op 1 voet. We gaan 3 keer 10 herhalingen maken van oblique crunches. We gaan de sit-ups doen met de armen gestrekt. En als laatste gaan we de lying leg press uitvoeren. Heel veel succes met deze training. Oké, we gaan planken. We gaan met de ellebogen en de tenen gaan we op de grond staan. En vanaf hier gaan we de billen aanspannen, buikspieren aanspannen en de benen aanspannen. Zorg dat je nek in het verlengde staat van je ruggengraat en houd de spanning goed op je buikspieren vast. Houd dit 60 seconden vol. En na deze 60 seconden haal je even rust en dan ga je door met de volgende set. Oké, we gaan door naar oefening 2. We gaan weer planken. Dus zoals ik al uitgelegd heb, we gaan in de plankhouding staan, rechte rug en vervolgens 1 voet naar de omhoog. Dit doen we 15 seconden en na 15 seconden dan wissel je van been. Strek hem goed uit zodat je goed je beelspieren ontspannen hebt. Oké, we gaan door met oefening nummer 3. We gaan de zijbuikspieren trainen. We gaan in de sit-up houding staan, vervolgens onze schouderbladen zijn van de grond af. We zetten onze hakken dichtbij. En vervolgens gaan we onze hakken aantrekken. De schouderbladen goed van de grond, zodat de spanning op de buikspieren blijft. Als dit te moeilijk is, zet je hakken ietsje dichterbij, weer er makkelijker bij. Als het te makkelijk is, zet je ze natuurlijk iets verder. Oké, gaan we door met oefening nummer 4. We gaan sit-ups doen, 3 keer 15 herhalingen. Armen uitgestrekt naar boven. Je kunt je armen gebruiken om mee terug omhoog te komen. Dus je gaat omhoog. Je rolt af, je gaat omhoog en je rolt rustig af. Deze beweging doe je explosief. En de terugwaartse beweging probeer je zo langzaam mogelijk. Houd die spanning goed op de buikspieren vast, zodat je niet in je onderrug gaat hangen. En als laatste oefening gaan wij de leg raises doen. Ook weer 3 keer 15 stuks. We gaan liggen, we plaatsen onze handen onder de billen, zodat we niet in de onderrug gaan hangen. We strekken de benen uit. Hakken raken net niet de grond. De nek blijft mooi op de grond liggen. Knieën in, knieën uit. Knieën in en knieën uit. Als het te makkelijk is, mag je uiteindelijk ook de leg raise doen. Als het moeilijk is, kun je ook je benen een beetje buigen. Kijk even welk niveau dan bij je past. Bedankt voor de training. Als je vragen hebt, laat even een reactie achter. En ik hoop jou binnenkort te zien met de 6-pack. Dat wij weer overgaan.